Even bruine bol. Welcome back. Oh my god, elke hot mess. Welcome back op mijn YouTube channel. Ik heb een paar nieuwe abonnees gezien. Hi guys, my name is Gladys. It's your girl. Mijn content is gebaseerd op lifestyle, fate en vlogs natuurlijk. Dus welkom. Oh, ik vind het zo fijn. Elke keer zie je weer nieuwe abonnees. Het groeit. We gaan er komen guys. We gaan er komen. Geduld is een schone zaak. En continuïteit. Mama, mijn AirPod. En continuïteit zorgt voor groei. Dus zoals jullie zagen, waren we al wakker. Waren we naar buiten geweest. We komen net van de huisarts. Van David, echt. Ik zeg, ja, we betalen tonnen geld naar de KDW. Om elke keer een ziek kind thuis te hebben. Dat is bizar. Bizar, nee, bref. En besef, David gaat maar één keer per week. Eén keer per week. Zie ik hoe die andere kind. Hoor je? En nu die kinderen die van maandag tot vrijdag gaan. Shee! Dus hij was de afgelopen tijden was echt aan het hoesten. Maar echt zo'n droge, scherp hoes. Dat als ik het zelf had, ik zou sowieso de keelsnoepjes nemen. Gewoon verzachtende middelen zou ik nemen voor mijn keel, weet je. En hij is helemaal vol hier. Hij klinkt ook vol. Laatst had hij zelfs nog een longontsteking. Was het longontsteking of keelontsteking? Longontsteking. Toen kreeg ik een kuurtje ervoor. Was afgelopen. Zo klaar. Maar nog steeds heeft hij... Hij klinkt vol. Maar ja, dat komt gewoon puur omdat zijn neus moet voelen. Maar ik durf die Tori niet. Oh mijn god, ik zeg jullie guys. Echt, je zou echt denken, nou, voor de gezondheid van je kind. Doe het gewoon. Zit jezelf over. Maar ik vind het gewoon... Maar ja, ik denk dat ik gewoon ga doen. Ga proberen. Het is gewoon een simpele zoutoplossing wat de arts zei. Het is gewoon water met gewoon keukenzout. Ik weet nog dat... even kijken, een van mijn... Van mijn zussen, Marie. Had zo'n... wat had ze gegeven? Ze had van die flaconnetjes gegeven. Ik denk dat ze ook zelf kon bestellen hoor. Had van deze flaconnetjes aan mij gegeven. Dus dat is denk ik gewoon hetzelfde als zoutoplossing. Dus dat ga ik nu even gewoon even bij hem uitproberen. Gewoon, want de arts zegt, het zit gewoon echt vol hier. En daarom zorgt ervoor, want aangezien keel en mond holte allemaal één is. Dus toen ze zeg maar in de mond ging kijken bij hem, zag ze ook de slijm die van boven naar beneden kwam. Zongisa. Goed zo. En dan dicht doen. Ja, goed zo. En dus het is gewoon een kwestie van zijn neus schoonmaken. Want in de nacht wordt hij ook wakker. En dan is het helemaal hier aangekoekt natuurlijk. Weet je, wel droog. En oh, ik heb vanochtend echt gewoon een paar uurtjes geslapen. Hij bleef maar draaien. I'm so tired. Maar ja, we moeten door. We moeten door. Hij is hier bezig met alle kastjes openmaken. Dat is ook wat hij in de keuken doet. Like, you know. We zijn nu in deze... Hoe zeg je dat in deze fase van zijn puberteit? van zijn dreumesjaren. Oh, wat erg. Dus ik ga dat nu even uitproberen. En ja man, mijn lip is ook helemaal opgebarst hier zo door de kou. En ik denk ook vitamine tekort. Ik moet echt weer vitamines nemen hoor. Ik moet echt weer vitamines nemen voor vitamine E. Zongisa! Ik mag weer terug. Nee. Vitamine E, vitamine D en zo. Ik voel gewoon. Of in ieder geval fruit ook weer. Fruit ook weer innemen. Sinaasappel en dergelijke en zo. Sinaasappel vast in het zappadapje. Sinaasappel is echt goed. Er zit zoveel vitamine in. Dus
I'm just tired. I'm just tired. Echt. Ik weet niet of je het aan mijn hoofd kan zien. Dit is mijn werkpruik hoor. Dit is echt. Deze pruik. I don't even understand why I still got it. Maar dit is echt zo'n pruik van snelle jellen. Ik zo af hoor. Maar ja. Leuk dat jullie er weer zijn, guys. Subscribe. Thumbs up. Vooral de thumbs up. De thumbs up. You know. Thumbs up. Vind je het leuk? Tuurlijk vind je het leuk. Hallo. I'm your big sis. I'm your sister. Sister Pizza. Het lijkt alsof we aan het FaceTime zijn, toch? Of niet? Maar anyway, laters. Ja, vandaag op de menu hebben we bruine bonen, oftewel madeesoep. We hebben kip, we bijna nooit gaan missen in dit huis. En ja, voor degene die kwanga gaat eten, ik wil helemaal nog kwanga. Maar voornamelijk hebben we rijst. En David kennende, hij gaat zo met voeten eten, dus ik ga zo voeten erbij maken. Goedemorgen. Let me start with that. Ik ben al een tijdje wakker, zoals jullie hebben gezien. Heb me David voorbereid. Ik kan hem gewoon hier zien, hè, vanuit het raam. Hij is nog in de armen van de juf. Nou, David is bij de kinderopvang opgezet.
Bro, ik maak echt gebruik, hè. Hey. Op het moment dat ze open zijn, die bakkokangen. Wat ze, bro. Dus hij is nu bij de KDV. Ja, vroege ochtend, hoor. Ik zie hem daar in die stoel zitten. Oh, hij wil het gewoon niet. Maar ik denk dat het iedere ochtend zo. Dat je even denkt gewoon... Waar brengen jullie mij? Like, what the heck? Waar brengen jullie mij? Ik wil naar huis. Maar David is dus bij de KDW. Ik ga nu weer terug naar huis. Ik denk dat ik gewoon even nog mijn bed in ga, hoor. Zo, hoe laat is het? Ik ga nog even een uurtje zonder mijn bed in. Even slapen. En daarna gaan we klaarmaken. Dan gaan we richting België. Er is een concert daar zo. Van Marino Lille. Dus we gaan onder de naam van Zola Divine Event gaan we hosten. Dus ja, een hele groep, 15 man of zo. Want ja, het is een groot ding, het is een groot concert. Dus ja, u zult onze zondien daar bevinden. Dus ik neem jullie gewoon leuker mee, zoals altijd. Dus ja, let's go. Gewoon even naar huis nu. Ik denk dat ik eerst lekker even een bakkie... Juist, laat me die koffie niet vergeten, hoor. Om mijn koffie hier in de auto gaan laten. Gewoon mijn bakjes. Dus dat even meenemen. En even koffie drinken. Hey, focus. Focus. Focus, ik hiermee. Bruh. Juist. Dus even koffie drinken, wat ik zei. Even zo'n boterhammetje eten. Funalala. Het was echt. Niet zozeer echt een heftige nacht of zo. Maar David. Ik weet dat hij een slaaprecessie heeft of zo. Maar hij wordt de laatste tijd, zeg maar, rond 2 uur wakker of zo. Dan moet je hem even verschonen. Is me opgevallen, want dan zit zijn luier vol. Dan moet je hem verschonen. En dan. Tijd dat hij weer in slaap valt. Oh my god. Zo. Ja, man. Is niet normaal. Dus laat me gaan. I'm just tired. Ik wil gewoon slapen. Ik wil gewoon slapen. Dus dat is wat we gaan doen. Even een dutje doen. Zo, ik heb wat druk hier. Vooral om deze tijd. Richting 8:30. Al die kinderen die naar school gaan en zo. Hey, dit waren die tijden. Als je moest afrijden, mama Olili. Serieus, man. Al die kinderen en zo. Dan moet je om mee opletten. Oh mijn god, thank god. Voor mij is het alweer... hoeveel jaar geleden? Bijna meer dan 10 jaar geleden dat ik mijn ribben heb, man. Dat ik mijn ribben heb. Heerlijk. Heerlijk. Want in deze tijd, al die regels en alles en zo. The pressure. The pressure is hoog. De pressure is hoog. En wat leuk is van die KDW van David, dat is echt letterlijk. Gewoon als alle stoplichten groen zouden zijn, zou ik binnen 2 minuten thuis zijn. Nog 2 minuten thuis zijn. Want kijk, bijvoorbeeld nu sta ik dan voor een rood stoplicht. Dus dat gaat me ook weer tegenwoordig. Die stoplichten, je staat gewoon 5 minuten, sta je gewoon stil. Bref, sta je gewoon 5 minuten stil, net als nu. Als die stoplichten allemaal groen waren, binnen 2 minuten ben ik thuis. Echt binnen 2 minuten KDW is gewoon met de auto, is echt gewoon... Is echt om de hoek met openbaar vervoer. Ja, maar openbaar vervoer zou ook best wel kunnen gaan, maar dan moet je echt overstappen ook gewoon. Er is geen rechtstreeks verbinding, als ik me nog kan. Nee, er is geen rechtstreeks verbinding. Maar dan zou ik zeg maar terug moeten gaan naar het centrum en dan van het centrum de bus nemen die hier langs gaat. Like, what the heck? Het is echt een omweg. En lopend kan wel. Ik ga het even in de zomer uitproberen of met de fiets. Met de fiets, want voor David's verjaardag had ik zo'n... ik sta nog steeds bij stoplicht. Hè? Ik sta nog steeds stoplicht. Bij David's verjaardag had ik zo'n... je weet toch waar je die... zeg maar... zijn zitje gekregen. Ja, zijn zitje. Want dat was gevraagd op de... verjaardag verlanglijst. Zeg maar zo'n zitje. Voor op de... Op mijn stuur, zeg maar. Van mijn fiets. Dus die moet ik ook nog plaatsen. Maar ja, dat is ook pas voor in de zomer. Want wel zie je mij nu nog. Zie je mij fietsen. Het feit al dat men op David's verjaardag aan mij vraagt. Maar Gladys, jij vraagt wel zo'n fietsen. Zo'n kinderzitje.
heb jij een fiets? Ik zei, ja, what? Because I'm black, I don't have a bike. What the heck? Ik heb gewoon een fiets hoor. En nog een mooie ook, die mijn man voor mijn verjaardag had gekocht. Wat is er? Nog eens zo, ik denk zo'n gazelle. Ik moet even kijken wat we merken. Dus ik heb gewoon een goede fiets hoor. What the heck? Ik ging helemaal stuk. Ik dacht, wat is dat nou? Ik blijf gewoon achter zijn rijder. Ik heb niet echt haast of zo. Het is zo schattig om die kinderen zo te zien fietsen. En dan denk je dat over een paar jaartjes. En denken dat over een paar jaartjes David ook gewoon naast je gaat fietsen en zo. Heel leuk. Heel schattig. Gewoon om te zien dat over een paar jaartjes David ook gewoon misschien mee gaat helpen met schoonmaken naar huis. Want ik ga echt die moeder zijn, hè. Jongen of meisje, ik ga geen onderscheid maken. Iedereen gaat zijn taken hebben. Echt serieus. Mijn zoons zullen echt leren koken. Oh joh, nieuwe kozijnen. Hou je koud. Mijn zonen. Pardon. Zebra pot naar monotem. Mijn zonen zullen leren koken. Even serieus, want ik vind, ik ga moeite doen, ik ga moeite insteken voor mijn toekomstige schoondochters, dat wanneer hun bijvoorbeeld out of service zijn of net bevallen zijn, dat mijn zoon ook gewoon foomba kan maken, ngai ngai, pondu, noem maar op en zo, weet je wel, echt serieus, nee man. Nee, dat mijn zoon ook gewoon het hele huishouden kan overnemen als de vrouw uitvalt of zo. Want soms heb je echt in onze community gewoon, bro, als moeder uitvalt, is klaar. Is chaos in huis. Is chaos. Is chaos. But nu is paniek. Paniek. Nee. Dus nee. Zo. In Kinkella's household, everybody will work. Everybody. Oh nee. La place de la femme, c'est dans la cuisine. Nee. Biso la femme. Le lom, tout le monde le place de la cuisine. Bisonyos mutu akoyeko la kolamba, akoyeko la kosa misala, akoyeko za propre. Want soms zie ik die video's op TikTok en zo, je weet toch, die jonge gasten en zo, die jonge mannen. Die netjes hun bed opmaken, die koken, die vegen, die dweilen en alles en zo. Ik zeg, dat is mijn kind. Dat is David in de toekomst, because David will do that. David will do that. Zo, ik ben nu aangekomen, zie ik, ben al thuis. Ik ben niet thuis, dus ik ga nu even een lekker bakje drinken. Boterhammetje en ik ga weer lekker mijn bed in. Want ik ging trouwens gewoon rustig in mijn huis pakken. Want ik weet niet welke moeders dat ook gewoon doen als je je kind bij de kinderopvang brengt. Gewoon, ik ga niet fully dressed, maar ain't nobody got time for that. Zoals ik David naar KDW breng, wil één zeggen. Ik hoef niet te werken. Of ik heb later een avonddienst. En vandaag hoef ik niet te werken. Dus huispak. Maar kom zoeken naar Bimla Bona pyjama. Het is maar nu heb ik hem met gegooid, hè. Want prijk gaat hem sowieso niet worden. Tonga tonga boy. Atabino moko. Zo, let me go. Chalas. Ja, guys, het is nu 12 uur. Ik ga nu even snel even alles een beetje strak maken. Ik noem het altijd strak maken, want om echt... Yo, zien jullie mij wel? Dan echt schoonmaken? Nee. Dat moeten we maar een andere dag doen. Maar het is gewoon strak maken, gewoon alles weer netjes op zijn plek zetten. Want gisteren, I was so tired. Weet je, meestal is het altijd van voor het slapen gewoon even alles netjes doen. Komt aan wanneer je wakker wordt dat alles gewoon clean is. Maar I was so tired yesterday. Like, I was like, oh. Ik ga mijn slaap inhalen. Dus dat ga ik nu even snel doen. Daarna ga ik me klaarmaken. En dan gaan we richting België. Dan gaan we meeten. En dan gaan we richting België. Dus I'm gonna make it.
Nou, guys, we are running late. Let's go. Even deze in de papieren bak gooien. Ah, nou, dan onze zakkenrankje bocht. Oh. Het is zo vervelend. De dag is nog niet voorbij en... Hoe kan deze bocht? Op slot. Like, what the heck. Anyway. See you in the car. Hi guys. We zijn alweer in de auto. Hier zijn we met Zola Diva in event. Hoe ik tegen jullie zei. Vandaag werken we namens haar. We zijn in de auto met Shasha. Shasha de Rota. We zijn met Mariette, buurvrouw. Oké. En er zijn nog andere auto's die al eigenlijk onderweg zijn. Dus ja, yeah, blijf kijken guys. It's gonna be amazing. Zo kom je. Dit is mooi naar Kuna. We gaan even naar boven. Ah, binnen op je pocht aan cowboy. We gaan nu weer terug naar boven. Zo is het daar. Nou, we gaan ons snel even omkleden hier. Even de uniform aan doen. En dan gaan we. Maar dit is een beetje de zaal. Mimi, Libby midden Mimi. Oh, dat toepetje is leuk. Hi. Hij is gewoon niet. Sowieso niet. Dus alles moet je gewoon in je auto zetten, is beter. Oh, echt? Ja, ja. Hoi, hoi. Hoi, is dat mijn groep? Groep Corps de Christ? Ariane, 20 personen. Alina vlog. Alina vlog. Naast wel vloggen, voor de voeten. Copyright. Attention. Guys, het is 8:30 in de ochtend. Ik ben nu thuis aangekomen. Guys, I'm tired. Makeup is still good though. But I'm tired. Oh my god. Het is 8:30. Dus besef, we zijn in ons huis vertrokken. Het was licht. We komen terug. Het is licht. Hey, het is 8:30 in de ochtend. Oh my god. Guys, bonnie. Hey, fam. Het is weer een andere dag. Ik ben al gedoucht. En zeg maar aangekleed. Ik wilde gaan editen, maar... Ik weet niet waar de laptop is. Ik denk dat mijn man het misschien heeft meegenomen. Dus dat wordt zondagnacht naar maandag. Wordt dat echt bikkelen. Ik ben gelukkig heel creatief en snel. Dus het komt vast wel goed. Guys, I'm tired. Hoe ik tegen jullie zei, ik was 8:30 thuis toch. Ik heb mijn make-up niet eens. Ik heb alleen mijn wimpers afgehaald. En ik ging gewoon in bed. Ik was gewoon zo moe om nog
heel die skincare, of in ieder geval, al was het alleen maar met het vochtige doekje, het duurt lang. Ik wilde gewoon gelijk mijn bed in, dus ik ben mijn bed in gegaan. Ja, ik moet die kussensloop zo wassen. Dus ja, dus 8:30. Dus laat me zeggen, tijd dat ik me uitkleedde, dat 8:45 of zo, lag ik in bed. Ja, 11:00. David wordt wakker. Ik heb denk ik niet eens 3 uurtjes geslapen. Ik dacht, ja, ik geef hem zo'n melk. Misschien jullie toch kunnen we nog door verder slapen. Even lekker knuffelen of zo. Nee hoor. Hij wil spelen. Hij wil weer kijken. Hij wil dit doen. Op je springen. Ik dacht, nou, dit gaat hem dus niet worden. Ik ga dus niet slapen. Dus hebben we naar beneden gaan. Toen, even kijken, 12:00 of 12:30 ging naar beneden. Ik heb een beetje pap voor hem gemaakt. Ik heb een pak voor hem gemaakt. Voor mezelf heb ik ook gewoon een boterhammetje gegeten met koffie. You know, I love coffee, guys. I love coffee. Ik heb net een TikTok video gemaakt. Hey. I just love coffee, vooral latte, caramel, macchiato. Dus ik zag hem, hij begon, hè, die trekjes van, hè, ik ben moe toch, want sinds een korte tijd zijn we hem al, ik noem niet echt trainen of zo, maar op een heel andere manier in slaap laten vallen, want voorheen was het even, je draagt hem, je sust hem in slaap, maar nu hebben we gewoon met elkaar afgesproken, we plaatsen hem gewoon in zijn bed. We laten hem huilen. En op een gegeven moment hoor je niks. Dan is hij gewoon in slaap gevallen. En ik zeg eerlijk aan het begin. Hartpijn. Want je hoort je kind huilen. Het is positief huil. Want we moeten hem ook gewoon leren dat hij gewoon zelf in slaap moet vallen. Weet je wel. Dus aan het begin was het echt moeilijk. Dus ik ging echt aftellen. Want we hebben gewoon afspraken tussen 10 en een kwartiertje. Als hij nadat nog steeds haalt, gaan we hem dan even weer halen. Even troosten en dan weer in bed liggen. Dus ik heel de tijd die 10 minuten kwartiertje aftellen. En dan deze dagen echt binnen 5 minuten. Niet eens 5 minuten valt hij in slaap. Dus nu net heb ik hem even in bed gelegd voor een dutje. Meestal een uur, 1,5 uur zo gaat hij even een dutje doen. En ik had hem gewoon op bed geplaatst. En binnen 5 minuten. Ik hoorde niks meer. En hij is gewoon in slaap gevallen. Dus we zijn goed bezig. Props naar de Kinkela parents. De Kinkela nations. Dus ik wilde gaan editen. Maar laptop is niet. Dus ik denk misschien ga ik gewoon een dutje doen of zo. Mijn man wachten. Dan gaan we boodschappen doen. Gewoon een beetje aanvullend boodschappen. Gewoon van, weet je, kaas en gewoon zulke dingetjes en zo, kaas, worst. Want melk hadden we laatst nog gekocht, was in de aanbieding bij Hoogvliet. Ik zeg jullie, melk is duur. Ik snap het niet. Albert Heijn heeft gewoon een huismerk melk van 2 euro, like what the heck. Al die Lidl melk is gewoon 1,20, 1 nog. Ik weet nog. Misschien heb ik dit al gezegd in deze video, in deze vlog. I don't know. But I will repeat it. Hey! 10 jaar geleden. Ja, 10 jaar geleden. Want bro, wat denk ik? Ik ben 30. 10 jaar geleden was melk. Was melk echt wel. Zeker wel. 80, 90 cent of iets of zo. Of 70 cent. Like, oh my god. Om niet eens te praten over brood. Vroeger, ja, we gaan het heel vaak over vroeger hebben. Even serieus, want het heden hoe wij naartoe gaan. Nou, de armen worden armer. Brood, die hele brood. De hele brood was altijd een euro. Ja, het was altijd een euro. Een hele brood. Gewoon een hele brood was altijd een euro. Casino, tarwe, volkoren, whatever, was altijd 1 euro. Nu een half brood, dus de helft is 1 euro. En een hele is bijna 1,50. Ik dacht, wat de heck? Ik kan net zo goed zelf brood gaan maken. Ik koop die machine. Nou, ik denk, wat is dit? Nou, weet je, ik heb echt geen woorden. Mijn kilo is ook op mijn cher, man. Mijn kilo is ook op mijn cher. Daarom naar Kala. Kom maar zo. Bij iedereen is mijn gezel. Zo maar met mijn pijbeletje. En dan komt het later. Maar mijn man houdt daar niet van. Mijn man houdt van vers brood.
Hij heeft mij geleerd dat als je naar de supermarkt gaat, dat je brood echt goed moet voelen. En als je een bepaalde zachtheid voelt, dan is het vers. Ah ja, tika. Toen kon ik aan het systeem aan en dat zei hij niet. Bon. Nou, ik heb lekker met jullie gefacetimed. Ik ga even proberen te slapen, man. I'm tired. Love you guys. Ah, tuurlijk niet. Koriander. Nou, we zijn alweer thuis. Mijn batterij is low. We zijn alweer thuis. Ga even de spullen uitpakken. We gaan eten. We gaan editen. En dan, dat is het een beetje hoe de dag verlopen is. Echt. Ik ga het in. Dus ja. Mijn tiredness overleeft het nog wel. Ik ben wel moe. Maar het wordt helemaal goed. Ja, ga even. Hey guys, it's your girl Gla. Nee, het is alweer einde van de dag, guys. Het is zondag, zoals altijd. Zondag is heel laid back, chill. Het is gewoon kerk, daar naar huis. This light is giving, I'm telling you, it's giving. Of ligt gewoon, ik heb dit keer mijn make-up gewoon goed gedaan. Nou, altijd eigenlijk. Wat de heck. Maar anyway, guys, it's giving. Dus ik ga mijn vlogje eindigen. Onze secret emoji is die ene emoji met die drie hartjes. Weet je, eentje hier, eentje hier en eentje hier. Dat shy poppetje met die drie hartjes. Yes, put it in comment. Hey! Ik ben zo blij om elke keer die secret emoji terug te zien. Dat laat gewoon echt zien. Ik heb echt mijn volgers. Mijn volgers, mijn trouwvolgers die helemaal tot het einde van het video kijken. Like guys, I honor you. Voor jij die tot zover is gekomen, laat de Heer jou zegenen. Laat de Heer jou zegenen voor dit jaar. Hey, I am blessing you because you are blessing me. By watching this, you are blessing me. So that's why I want to bless you with this word. May doors get open this year. Hey, may you achieve everything that you have written. What you have written for this year, may you achieve it. Hey! May you prosper. May money be your best friend. Hey, like the Holy Spirit is up. May money be your part. I'm telling you. Hey, secret emoji. Die met die drie hartjes. Die smiley. Of die verlegen poppetje met drie hartjes. Ik hoop dat jullie weer hebben genoten van deze vlog. Ik zal zeggen, subscribe. Hè, voor die niet hebben gesubscribed. Like. Vooral de thumbs up. Laten we dat even verhogen. De thumbs up. Gewoon klik. Duimpje omhoog. En share. Share met je naasten. Share met je naasten. Zeg, Gladys is back in town. You know, she's doing good things. Dus. Anyway, guys. I love you, love you, love you. Tot volgende week. Doei.